Hoe was jullie reis? Ja, het ging heel goed en we hebben niet zo heel lang hoeven te wachten. We konden eigenlijk meteen instappen en toen zaten we er gewoon al in. Ja. Dus. En vroeg? Ja, wel heel vroeg. We moesten om 5 uur opstaan. Dus. Maar ja, ik vond het wel leuk. Normaal als ik naar school ga, dan is het zo als ik vroeg op moet staan. Ik blijf nog even liggen. En nu was het, yes, we gaan naar Malta. Oké, ik sta meteen op. Dus. En wat komen jullie eigenlijk doen hier? We gaan de punten oplezen die Nederland heeft gegeven aan de andere landen. Ja, daar komt dan een uitslag uit en ja, wij gaan dat voorlezen. En zijn er ook nog andere finalisten van vorig jaar? Ja, waarschijnlijk wel. Tenminste, ik weet niet of ze allemaal komen, want vorig jaar was Alessandro ook gekomen omdat Femke niet kon. Dus, maar ik heb wel al een paar gezien op Schiphol en hier ook. Zoals? Dus. Vertel maar. Oh, nou, het was dus heel grappig, want wij zaten al in het vliegtuig, want we moesten overstappen. En in het tweede vliegtuig waar we zaten, kwam ineens die jongen van Zweden, die Elias. Vorig jaar, Elias, die kwam toen voor ons zitten. Dus die zaten gewoon voor ons. Dus toen dachten we, nou, hij komt dus ook. Dus het is ook een beetje een reunie. Ja, ja. Een beetje van, oh, vorig jaar, leuk en zo. Je kent elkaar nog wel een beetje, dus. Nou, hoe vinden jullie om hier te zijn? Nou, ik vind het heel leuk om hier te zijn, want het is hier natuurlijk heel lekker warm. En ik hou wel van een warm land. En, ja, en we gaan heel erg stemmen voor Julia, zeg maar, dat ze het eerst gaat worden. En gewoon dat ze het heel goed gaat doen. En hebben jullie de concurrentie van jullie al gezien? Ja, we hebben wel alle filmpjes bekeken van de landen. En we vinden ze allemaal heel goed. Alleen we denken ook wel dat Julia een hele goede kans maakt. Omdat ze heeft zeg maar een up-tempo nummer. En er zijn ook heel veel langzame liedjes van die ballads. Dus we denken ook wel dat ze daarom ook een goede kans maakt. En omdat ze natuurlijk een hele leuke act heeft met dansers en zo. Welke landen vinden jullie heel goed? We vonden Georgië wel heel leuk met dat meisje met die met poppen of met een poppenhuis of zo, ja. Ging het over. En dat kleine meisje van Bulgarije. Vonden we ook heel goed. Heel en mooi dat meisje van Belarus, van ja. Wit-Rusland, die vonden we ook heel goed. Ja. En hebben jullie nog een tip voor jullie? Ja? De gouden tip, wees gewoon jezelf en doe lekker gewoon je best. En meer dan je best kan je niet doen. Dus ja. Ja, en probeer niet te zenuwachtig te zijn, want dat is alleen maar zonde en je moet er gewoon van genieten. Ja.